President Chandrika Prasad Santokhi heeft premier Mark Rutte schriftelijk gefeliciteerd met diens beëdiging tot minister-president in het nieuwe Nederlandse kabinet. Het staatshoofd wenst premier Rutte en zijn kabinet veel succes toe. Rutte heeft een team kunnen samenstellen waarvan voor het eerst in de Nederlandse politieke geschiedenis de helft van de ministers vrouw is. Santokhi spreekt de wens uit dat de banden met Suriname worden verstevigd en dat de vriendschappelijke relatie wordt bestendigd. Ik vertrouw op de steun van Nederland bij de wederopbouw van Suriname, waarvoor we in 2022 flinke stappen gaan zetten, gaf ons staatshoofd aan. President Santokhi kijkt uit naar het bezoek van premier Rutte aan Suriname voor nader overleg.